De oliemaatschappij Kosmos Energy heeft vanmorgen een mobiel echografisch apparaat en ander medisch apparatuur geschonken aan de Academic Pediatric Center Suriname, APCS. Volgens kindercardioloog Juliana Amadou van het AZP komen de apparaten heel goed van pas. Vooral als de artsen naar het binnenland afreizen om hun patiënten te bezoeken. Amadou zegt verder dat het mobiele echografisch apparaat vooral gebruikt wordt bij kinderen die sikkelcel hebben. And with this echo machine we can screen them to see whether they are at high risk, yes or no. And if they're in high risk, you start a certain therapy to lower that risk. So that's very important. That's really bringing care to the patients in the interior, where sometimes it's not as easy as we think for families to get the money and the resources together to come to the city for a couple of days just to see the doctor. So we did that last January already when we had the machine. We did the first trip and the results were great, and we have seen a lots of potential to increase our visits there to do more than just cardiac echo. Especially sickle cell patient care. Mike Rissomardono, manager internationale betrekkingen van Kosmos Energy, memoreerde dat het oliebedrijf sinds haar vestiging in Suriname ruim $250.000 aan medische apparatuur heeft geschonken aan het AZP. Volgens Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het AZP, maakt het ziekenhuis met zulke donaties een stap vooruit in de kwalitatieve zorg. So today you see the intensive care bed. One of the intensive care beds that we've supported the hospital with, and also the Billy blanket, which the doctor explained, and also this ultrasound machine. We hope that this equipment will be used properly and also maintained properly for other future generation to use of. Today's contribution will be their third donation to our hospital, bringing the total amount of donation to $251,522. That's a lot. We would also like to mention that the donation by Kosmos, we are part of the bigger project, also already mentioned, and the project with the other offshore oil companies in Suriname, in which the total was $830,000 during 2016 up till now, was contributed to the academic hospital. Tot zover Claudia Marika Redan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, en daarvoor Mike Rissomardono, manager internationale betrekkingen van Kosmos Energy. Ze spraken vanmorgen bij de officiële overdracht van een mobiel echografisch apparaat en ander medisch apparatuur aan de Academic Pediatric Center Suriname, APCS. De ceremonie vond plaats in het auditorium van het AZP.